Hey jongens, welkom terug allemaal. Voor de mensen die dat de vorige aflevering heeft gemist, niet de vorige afleveringen. Dan hebben we Paris-Roubaix gedaan. En Paris-Roubaix was zeer goed verlopen. Laten we maar kijken. Daar, Ronde van Vlaanderen was een grote fail met trombonen. Maar Paris-Roubaix was er knal op. Eerste plaats. En nu moeten we top 5 La Flèche Wallonie en top 5 Luik Basnaken Luik halen. Dat gaat iets moeilijker zijn, maar we proberen ons best te doen. En we simuleren gewoon door tot La Flèche Wallonie. En die rijden we dan ook deze vandaag nog. Dus Amstel Gold Race laten we links liggen. Door naar ja, dingen. Brabantse. Wow. Zie ik daar nu kasseitjes liggen? Jawel, kasseitjes. Ja, ik had toch wel sinds mijn klimmers en mijn heuvelrijders al meepakken. Kwiatkowski, Velits, Tony Martin, Chavanel mag dan nog mee. Kwestie van dan toch nog kasseikens zijn. Stibar dan ook nog. En we zullen zien wat die dan nog kunnen doen. Hopelijk niemand geblesseerd. Dat zou het allerbelangrijkste zijn eigenlijk. Derde plaats voor Jeannot Stibar. Vijfde plaats voor Chavanel. Dus, maar Gilbert zit hier al in topvorm, zijn we zien. En geen blessure jongens. Wel twee opgaves, maar niemand van ons team. Dus no worries. We komen er heel uit. En hier, wat staat hier nog? Beslissing van Peter Velits heeft eens goed nagedacht over alle contractvoorstellen. Er zat niets bijzonder tussen, dus heeft hij besloten om nergens op in te gaan. Dus het is nog niet zeker of Peter Velits blijft, maar die vroeg veel te veel geld, dat weten we nog. Van Keers wil ik blijven, dat is super. Trentin heeft veel interesse in andere ploegen, dus hij heeft nog niet besloten of hij gaat blijven. Terpstra ook niet, Rabon ook niet. Tony Martin verlengt wel, want die mooie verhoging gegeven, maar ook nog niet maximaal. Dus Tony Martin goed gedaan dat hij blijft. Chavanel heeft ook nog niet besloten. Dus we hebben twee renners die toch al zeker blijven in ons team, waarvan eentje Tony Martin noemt. Dus daar mogen we zeker blij om zijn, dat Tony Martin wil blijven. Van Kerkhoff was ook heel goed. En Kwiatkowski is helemaal hersteld. Perfecte moment. Hij heeft wel al een race mee gereden met zijn keelontsteking. Ber. Oké, ik spoel door tot aan die volgende race, hè, jongens. Oké, dus we hebben gewoon de route de Finestre gesimuleerd. De renners die klaar moeten zijn voor het werk van de komende klassiekers. En mijn man gewoon meegereden, dus ziet er goed uit. Amstel Gold Race gaat van start. Hè. Brambilla, Peter Velits, Kwiatkowski, Tony Martin, Kevin De Weert, Serge Pauwels, Dries Deveneis en Gianni Meersman gaan meerijden. En laten we eens zien hoe dat ze het ervan af gaan brengen. Ik ben benieuwd. Tony Martin. Koers uit mijn stijl al van die jongens. Wauw, twee man van Garmin Sharp, Daniel Martin en Fabian Weekman, 17e met Kwiatkowski. En Philippe Gilbert wordt derde, Daniel Martin is inderdaad goed. Maar Fabian Weekman, 32 jaar, maar goed gereden dan wel van die jongen. Dat had ik niet verwacht. Oké, dus Amstel Gold zit erop en nu kunnen we ons voor de top 5 moeten halen. Dat moet wel haalbaar zijn. Het enige is wel dat we hebben gedaan bij Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix. We hadden echt zeerijders en bij klimmers valt dat toch een beetje tegen bij Quickstep, dus dat is waar ik grote focus ga leggen voor contracten te zoeken voor volgend jaar. Samen met nog zeker een nieuwe spurter, die wil ik ook zeker nog wel hebben. Oké, wie pakken we mee? Bert Kruijs, Rabon, Trentin, eigenlijk iedereen die gewoon niet meer rijdt. Tijdens La Flèche Wallonie. Die steken we hier in deze koers. Hè. En natuurlijk bonen en zo krijgen rust. Voilà, eerste koers is daarvan gereden. Huzarski heeft die gewonnen. En ik spoel gewoon door tot hier, want we gaan hier toch niets belangrijk betekenen in deze ronde. Voilà ze jongens, La Flèche Wallonie. Muur van Hoei is het eindwerk. Zotte rit. Dus alle toppertjes gaan mee. Kwiatkowski zit supergoed.
echt zalig. Ik heb wel een beetje pech dat hij dan waarschijnlijk minder goed gaat zitten voor dingen. Voor, hoe noem het? Denk. Word ik nu gebeld? Wacht even jongens. Een instant s'il vous plaît. Ja. Ja, hallo. Oké, jongens, mijn tringelingeling bel 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 is gedaan. Dus kunnen we weer van start zijn. Dus wie is er mee in deze koers? Kwiatkowski, Dries Deveneens, Tony Martin. Sylvain Chavanel heb ik meegepakt. Die zat nog goed in vorm. Die heeft nu wel een beetje rustperiode gehad. Dus ik denk dat hij nog niet te slecht gaat rijden. Brambilla, Gianni Meersman, een spurter. Kan goed heuvels rijden en spurten, dus moesten toch tot een spurt uitkomen. Allee, een spurtje, want ja, echt spurt zal wel niet zijn. Dan hebben we hem. Kevin De Weert, die kwam uit blessure, dus die struk, die laat ik gewoon meerijden voor te helpen. En dan Peter Velits, die samen met Kwiatkowski wel onze kopman zal spelen. En normaal is de bedoeling dat ik mee ga demareren met Tony Martin, want die zit helemaal nog niet goed. Dus zijn we dat van plan, hè. En ik zal wel eens laten weten, zoals altijd, wanneer de vluchters zijn ontsnapt. Oké, we zijn met vier weg. Jens Voogd, Tony Martin, Durbridge en Wuitens. Wuitens, daar hebben we niet veel aan, want die is niet zo goed. Durbridge, ça va, die zal wel meegaan. Jens Voogd, zeker. En Tony Martin is de beest van deze groep. Ook al zit zijn vorm niet zo goed. Dus 3,5 minuten voor, gewoon op peloton aan het rijden is. Dus dat is eigenlijk het enige belangrijke, hè. Tot volgend filmpje. Nog 118 kilometers te gaan. En we hebben nog een voorsprong van 7 minuten. We hebben al meer voorsprong gehad, maar voorsprong begint wat te slinken. Ja, 117 kilometer en het peloton is gewoon erachter aan het rijden, dus niet speciaal eigenlijk. Ja, het is beginnen regenen jongens. En iets wat we hier hebben is natuurlijk veel afdalingen. Dus het hopen dat er niemand van ons team in een valpartij gaat betrokken raken. Want er zijn al twee valpartijen geweest. Nog 2,5 minuut voorsprong voor Tony Martin en dit groepje. Ik ga proberen nog heel even hier gewoon achteraan te hangen in deze groep. En dan eens proberen weg te rijden. En dan zal het peloton wel stilletjes aankomen. Terwijl hier wel al 17 man gelost zijn. Wie zijn dat hier? Zullen de die zijn die iets minder goed zijn en klimmen waarschijnlijk. Dus daar moeten we ons niet te veel van aantrekken. Voilà, Mr. Tony Martin is in zijn eentje weg. Al een tijdje, hij zal zeker geen victory halen, maar het is wel leuk dat hij helemaal alleen op kop rijdt. Voogd rijdt er nog achter met die Wuitens. Ja, zij zullen eerst worden gepakt door dit vliegende peloton. We gaan ons wat goed voorop zetten, want dat begint hier klimmen te worden. Oké, 9 kilometer te gaan en we zijn weggereden met Gianni Meersman. De minst voorspelbare renner eigenlijk om mee weg te rijden. Zat gewoon echt nog fris, dus is nu weg. Betancourt, Gilbert erachter. En hier komt het pelotonnetje die dat er ook achter aan het rijden is. Dus ik ben benieuwd. Hopelijk komt er nog een spurt uit met Kwiatkowski of zo, maar dat zie ik niet echt gebeuren. Maar we zien wel wat er van komt. Ik ga gewoon alleszins proberen meerijden met deze mannen, met Kwiatkowski. En ja, de rest van de koers zullen we wel zien. Het is nog 8 kilometer. Spannend. Ja jongens, nog 3 kilometer en deze groep zit nog te samen. Zelfs onze renners zitten hier nog. En er komt een aanval van Anton en we gaan die proberen counteren. En we gaan zien of dat we die kunnen volbrengen, die top 5. Jongens, ziet het af. In onze ploeg zit echt nog bon. What the fuck. Brambilla rijdt op kop. En Kwiatkowski erachter natuurlijk. Er zitten hier al een paar dode mussen, maar we gaan dat hier proberen tot een goede einde te brengen. Oké, nog 700 meter. Brambilla nou op kop, dan Kwiatkowski, dan Sanchez, Felix en zo. Sanchez gaat nu over ons komen normaal gezien. Dus ik ga proberen om in dat wieltje te kruipen met Kwiatkowski. En proberen onze top 3 veilig te stellen. Sanchez rijdt duidelijk weg en wint. Mooie overwinning voor Samuel Sanchez, mooi gedaan. Kwiatkowski wordt tweede. Super gereden deze race. Quintana wordt derde. Iedereen kent Quintana wel. Vierde Brambilla. Vijfde Rui Costa. Zesde Peter Velits. Zevende Hesjedal. Acht Froome. Negen Kunigo. En op 10 Igor Anton.
Dus we zijn tweede geworden, we hadden zelf top 3 kunnen rijden, maar dat had ik eigenlijk van in het begin niet durven hopen, want er is nergens een Philippe Gilbert of zo. Maar we hebben dat goed gedaan en ja, tweede plaats, top 5 is binnen, weer een doel van ons team bereikt. Dus kijk, heel ons team zat echt nog goed hier. Zijn daar al aan het vieren, die mannen. Maar het was wel super gedaan. Oké, jongens, ik hoop dat jullie ervan genoten en tot de volgende aflevering, waar dat we de Luik Bastenaken Luik gaan rijden. Eigenlijk de laatste klassieker voordat de Giro gaat beginnen. Tot de volgende aflevering, jongens. Bye.